Hallo allemaal en welkom bij deze Fall Guys video. Zoals de titel al gezegd is, is het doel natuurlijk om de finale te halen. En of ik dat haal, ja, dat zullen jullie zien in deze video. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer op mijn kanaal en like deze video. Ja, het is Fall Guys wat dat betreft natuurlijk een superleuk spel om te spelen. En ja, in het begin is het altijd een beetje lastig. Lastig om van een start af te komen. Ik sta redelijk vooraan deze keer nog, maar ja, deurdash is altijd een beetje aftasten, een beetje kijken van ja, welke deur moet je hebben. Hier gaat het in één keer goed gelukkig. En ja, hier zie je inderdaad, oké, dit is verkeerd. En dan loop je eigenlijk al een beetje achter de feiten aan. Dan sta je er achteraan en ja, wat moet je daar doen? En je ziet daar heel veel mensen en dan ben je blij dat je een beetje achteraan staat. Je ziet mijn skills natuurlijk al meteen. Ik blijf hangen daar een beetje. En ja, gelukkig kan ik hier wel doorgaan. Ja, ik verklap eigenlijk alvast dat deze ronde, dat is wel te doen. Meestal is de eerste ronde wat dat betreft ook nog wel echt te doen binnen Fall Guys. Alhoewel ik hier ook nog blijf hangen. En dan wordt het ook nog een beetje penibel als je rechtsbovenin kijkt. En het loopt heel erg hard op. Uiteindelijk 36e. Ach. Je bent gekwalificeerd. Uiteindelijk gaat het daarom. Dus nou ja, blij dat je gekwalificeerd bent. En ja, we gaan kijken inderdaad of we de finale kunnen halen. En op naar het tweede gedeelte van de video. Het tweede gedeelte. Dit is inderdaad Tundra Run. Tundra Run is wel eentje die ik een beetje lastig vind eigenlijk. Voornamelijk met die ventilator daar. En daar zit ik niet altijd om te letten, maar dat zullen jullie straks nog wel zien hoe en wat. Ook hier sta ik nog redelijk vooraan. En dan ben je een beetje uit de drukte, maar als je hier de hoek om komt, ja, bam, wordt meteen geraakt door een sneeuwbal. Hier nog een keer inderdaad. En ja, dan zie je inderdaad dat ik nog echt moet werken aan mijn skills eigenlijk. Mijn camera draait hier ook lekker trouwens mee. Voordat je ja, verder gaat met de... met het parcours. En hier dacht ik bij mezelf, oeh, ik sta wel erg achteraan. Ga ik dit nog wel redden? Nou ging dit gelukkig nog wel redelijk goed. Al wel redelijk goed. Ik kom hier gewoon vast te zitten ook. En hier krijg ik nog een klap inderdaad. En nou, hier ben je er dan inderdaad gelukkig voorbij. En dan haal je het checkpoint, anders kom je onderin terecht. Dit stukje is altijd een beetje glibberig. Moet je altijd een beetje oppassen. Hier kan je zo afvallen, maar dat gaat nog wel redelijk. En hier kom je bij die ventilator inderdaad. En die ventilator, oh, wat een ding inderdaad is dat. Oh ja, ik word hier trouwens nog even teruggeheat. Spring er gelukkig hier overheen. En dan loop ik in één keer langs die ventilator. En 1, 2, 3. Hoppakee, gekwalificeerd als 24e. Nou, dat is... prima natuurlijk, wat je bijhoudt door naar de volgende ronde. Dit was trouwens mijn eerste poging van vandaag. En dat ging nog wel redelijk allemaal. Nou ja, en dan mag je door het derde spel inderdaad. Big Shots, voor iedereen natuurlijk hartstikke makkelijk. Je moet gewoon even opletten naar waar die dingen vandaan komen. Waar ze vandaan worden geschoten. En dan zie je, ik sta helemaal links. Dus in eerste instantie ga je eens even naar het midden lopen. Want het is zo'n whip-up inderdaad. En dit is niet echt mijn spel, kan ik ook wel zeggen. Inderdaad, ik loop hier een beetje heen en weer. En hier word ik al een paar keer geraakt. En dan hier sta ik nog wel redelijk. En dan bam, word ik als eerste afgegooid. Nou, lekker. Oké, daar gaan we voor naar de tweede game van vandaag. Dizzy Heights. Dizzy Heights is altijd wel een leuke. Hier kom ik meestal wel doorheen inderdaad. En hier sta ik. Ik moet even zelf zoeken waar ik mezelf sta. Ook redelijk vooraan. Oh, redelijk vooraan. Ik sta zelfs vooraan, inderdaad. En ja, dit is inderdaad jump, jump. En hier dacht ik bij mezelf, oh, misschien kan ik hem wel de eerste worden in deze. Maar ja, als je een klein foutje maakt, ja, dan ben je al af, inderdaad. En hier moet je een beetje gokken, inderdaad. Van, oké, waar komt die bal? Hier is die bal net geweest. Ja, hier word ik hem net geraakt, inderdaad. En... daar moet je inderdaad even de andere kant op. En dan word ik gewoon hier volledig geraakt. Maar goed. We hebben het dit stukje overleefd inderdaad. En dan hier. Normaal gesproken haal ik het wel. Alleen in dit geval natuurlijk niet.
En hier, dit is altijd een rotstukje inderdaad, die kon meestal vast te zitten. En ik ben blij dat ik in ieder geval hier doorheen kon, waardoor je je checkpoint haalt. En je ziet rechtsbovenin is nog niemand is gekwalificeerd, dus ja, geen man overboord wat dat betreft. Nou, de eerste die komen nou een beetje binnen, dit stukje, dat is altijd wel goed te doen. Alhoewel hier door een bal geraakt wordt. En nou, dan kwalificeer ik me als 16e, 17e. Nou, prima gedaan. Prima gedaan. Dus op naar de volgende. En de volgende, het volgende game wat dat betreft, dat wordt weer DoorDash. En DoorDash, die hebben we het eerste stukje al gezien. En dat is altijd wel, de truc is inderdaad gewoon niet voorop lopen. Want als je voorop loopt, ja, je springt ergens tegenaan. En je hebt de verkeerde deur. Nou, dat duurt altijd wel even voordat je dan weer terug bent. Hier sta ik helemaal achteraan. En voor DoorDash is dat niet verkeerd, wat ik al zeg. Dus dan kan je gewoon even kijken van, oké, wie springt waar tegenaan? Ah, de eerste deuren die gaan meestal wel open, dat is geen probleem. Maar hoe minder deuren er zijn, hoe lastiger het wordt. Hier neem ik dan min of meer een beetje leiding. En ja, dat kost inderdaad toch wel een paar plekken. En dan denk ik bij mezelf van, ja, deze nog proberen, ook niet. En dan zit je af en toe gewoon in het gedrang en dan zit je gewoon helemaal vast. Nou ja, wat dat betreft gaat het wel lekker inderdaad. Nou ja, nogmaals, mijn skills die zijn ongeëvenaard natuurlijk. Ik blijf overal vastzitten wat dat betreft. Het is Fall Guys, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen, maar om dat te zeggen dat het mijn game is. Ja, ik... Maar goed, we gaan het gewoon blijven proberen. En ja, het doel is natuurlijk die finale te halen. En ja, we kwalificeren ons hier natuurlijk als ook weer 16 ongeveer. Dus dat is prima gedaan inderdaad. En dan kunnen we door naar het volgende spel. En het volgende spel, dat gaan we dan zo zien. Round over zien we hier. En dan het volgende spel is Hit Parade. Hit Parade is ook nog wel eentje die mij redelijk ligt. En het enige waar je altijd voor op moet letten is helemaal in het midden die deur die open gaat. Als je daar vast komt te zitten, ja, dan kan je zo jouw hele Hit Parade run zeg maar verprutsen. Nou, dit stuk is meestal wel goed te doen. Nou, ik kom hier nog wel redelijk snel weer naar boven dan. Dan zie je links inderdaad en dan maak ik hier een foutje door. Oh ja, ja, verkeerde kant op te duwen. Ja. En we gaan hier door en... Hey, dat is wat dat betreft. Qua timing gaat wel aardig uitkomen. Ja, in één keer er doorheen. En dan de ballen inderdaad. Na de ballen, even wachten hier naar. Hij wil en geraakt worden soms. Hier even wachten en je bent er doorheen. En dan kan je eigenlijk min of meer wel zeggen dat je deze gehaald hebt van de 21. We moeten gaan naar 21 door. Er is pas eentje, twee gekwalificeerd momenteel. Het nummer 5. Nou, we kwalificeren ons als 10 of 11. En dan zit die finale er toch in. En dan komen we inderdaad op Tiptoe. En Tiptoe, dat is... Ja, je moet je een beetje lef en geluk hebben wat dat betreft. Je gokt de kant. En als je een kant gokt, in het begin maakt het allemaal niet veel uit. Want dan moet je gewoon een beetje doorlopen inderdaad. Nou, hier zie je een paar mensen weglopen. Ik denk hier rechts. Nee, dat gaat hem niet worden. Links zijn er wel inderdaad routes. En ja, dit gaat nog wel vrij aardig. Oh, en daar ging ik zelf natuurlijk ook. Dus wat ik al zeg, hier moet je een beetje geluk hebben inderdaad. Sommige mensen die staan hier gewoon stil. En ja, als je niet de eerste bent hier, dan is dat ook prima. Dit is wel wat dat betreft wel heel erg jammer, want ik zit hier, ik loop hier, ik doe de tactiek inderdaad en dan word je hier afgeduwd. En ja, dan wordt het nog heel lastig om bij de beste 12 te komen. Ik maak een soort van speedrun hier. Het gaat nog wel vrij aardig. 11, 12. Jammer. Geen finale vandaag. Maar ik hoop dat je het leuk vond deze video. En abonneer en like. En tot de volgende keer.